Ik ben Mieke Schouwvliege, een van de Oost-Vlaamse nieuwkomers in het Vlaams parlement voor de partij Groen. Ik ben al 20 jaar actief in de lokale politiek in de gemeente Aalter. Ik was daar lijsttrekker en fractieleider de afgelopen 2 legislaturen. En ik ben ook beroepsmatig al jaren actief in de groene sector. Ik ben bio-ingenieur van opleiding en heb aan de Universiteit Gent gewerkt, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze, toen nog was de naam, het Agentschap voor Natuur en Bos, en ben momenteel, of was voor de verkiezingen, directeur van de Groendienst van het Stad Gent. En vanuit die lokale ervaring wil ik eigenlijk mijn ervaring hier in het Vlaams parlement meenemen en mijn expertise meenemen om groene dossiers op de agenda te zetten. Dossiers rond bosuitbreiding, natuur, klimaat. Om echt inspanningen te doen voor ons, maar ook voor de generaties na ons. Ik denk dat ik de stedelijke en de plattelandscontext heel goed ken en van daaruit echt wel het verschil kan meemaken. Dus ik zie er enorm naar uit om hier in het Vlaams parlement werk te maken van dit dossier. Waarom heeft u deelgenomen aan de verkiezingen? In alles wat ik doe, probeer ik het geluk te zoeken van mensen. Ik ben zelf een ecologist, een optimist en een doener. Al jarenlang actief in de groene sector, zowel in mijn vrije tijd. Ik ben gemeenteraadslid al 20 jaar in Aalter, voor Groen, Achalef in de tijd, als beroepsmatig. Ik ben directeur, of ik was directeur van de Groendienst van het Stad Gent tot aan de verkiezingen. Ik heb eigenlijk geprobeerd om altijd te zoeken naar concrete oplossingen die goed zijn voor de mensen nu, maar ook voor de generaties na ons. Ik heb in mijn ervaring die ik had, zowel als politica als directeur van de Groendienst, wat dossiers zien passeren waarvan ik vond dat Vlaanderen rare keuzes maakte en niet altijd het belang van iedereen voor ogen hield en zeker niet helemaal in de richting van werken aan een beter klimaat ging. En vandaar dat ik eigenlijk besloten had om het dan zelf maar eens te proberen om te zorgen dat Vlaanderen wel de juiste keuzes maakt. Ik heb dossiers zien passeren waarbij men bijvoorbeeld een windplan, waar men keuzes had gemaakt om windmolens te plaatsen langs de E40 tussen Aalst en Aalter, waar draagvlak voor was, gewoon heeft niet goedgekeurd vanuit Vlaanderen. Ik zie ook dat men langs de Vlaamse waterwegen vooral zeer eenzijdig het economisch waterbelang verdedigt en niet veel aandacht heeft voor natuur. Of dat men bomen kapt langs onze gewestwegen. Bomen die zorgen toch wel voor onze fijnstoffilter. Dat soort zaken, ja, dat begrijp ik niet goed en dat wil ik anders. Vandaar dat ik wel de keuze gemaakt heb om nu van dat lokale niveau over te stappen naar dat Vlaamse niveau. Om die rare keuzes om te keren en daar goede keuzes van te maken voor iedereen, voor ons en voor de generaties na ons. En ten behoeve van een beter klimaat. Hoe is de avond van de verkiezingen verlopen? Dat was spannend en ook wel emotioneel. Je moet weten, we hebben allemaal en denk alle kandidaten heel hard campagne gevoerd. Dus iedereen was ook moe. Hè? En Maas zat vol spanning te kijken naar de eerste resultaten. Wij met Groen, wij verzamelden samen met Ecolo in Brussel om samen de resultaten af te wachten. De spanning was van ja, wat gaat het worden? Hè? Zowel voor mezelf, hè, waar ik mijn tweede plaats op de Oost-Vlaamse lijst verzilveren in een goed resultaat. Hoe zal dat met de andere kandidaten zijn en hoe zullen de andere partijen scoren? Nu, toen de eerste resultaten binnendruppelden, was de trend onmiddellijk gezet. Het was een zeer goed resultaat voor Ecolo en een goed resultaat voor Groen, maar het had wel iets meer mogen zijn. En natuurlijk, die combinatie van die emoties, van hoge spanning en dan een resultaat dat goed is, maar toch dat tikkeltje meer had mogen zijn, ja, dat maakt het heel emotioneel en
Dat hebben we toch met z'n allen allemaal moeten becommentariëren en plaatsen dat dat kon. Nu, dat was ons resultaat, maar wat voor ons vooral zeer hard trof, was het resultaat van de andere partijen. Die bruine zwarte golf die over Vlaanderen gegaan is, dat maakte dat onze overwinning, hoe klein die ook wel was, dat die wat bitter smaakte. En dat we dus heel veel werk voor de boeg hebben om te zorgen dat dat signaal dat de Vlaming gegeven heeft, dat we dat ook vertalen in een positief verhaal en een antwoord, zodanig dat we die bruine golf toch kunnen omkeren naar een groene golf in de toekomst. Bent u tevreden met het resultaat? Ikzelf, met mijn persoonlijk resultaat, ben heel tevreden. Ik haalde 13.109 stemmen. Dat is het vierde meeste resultaat voor de groene lijst, de Vlaamse groene lijst. Dus na drie lijsttrekkers als tweede kandidaat op de lijst heb ik het beste aantal voorkeurstemmen gehaald. Dus persoonlijk ben ik heel tevreden. Ik zei het daarnet al, wij hadden een echte grote groene golf verwacht. Dat is een golfje geworden. Alhoewel, mogen niet. We zijn gestegen van 9 naar 14 zetels in het parlement, dus die fractie is heel veel vergroot. Dus we kunnen wel heel veel zwaarder wegen op een aantal thema's, dus dat is zeer positief. Maar ja, we kijken met ledenogen naar het resultaat van de andere partijen en ik denk dat we daar echt heel hard gaan moeten aan werken. Ook met de andere democratische partijen om te zoeken naar antwoorden op die signalen die de Vlaming wel gegeven heeft. Wat zijn uw verwachtingen over uw nieuwe functie? Ja, ik wil echt mee mijn schouders zetten onder een aantal groene dossiers. Hè. Dus ik wil echt een aantal thema's op tafel brengen. Hè. Bosuitbreiding, meer aandacht voor natuur, een goede ruimtelijke ordening, verder uitwerking van de betonstop bijvoorbeeld. Ik wil echt daar mee aan die kar duwen en concrete voorstellen op tafel leggen. Aan de ene kant en aan de andere kant wil ik de regio waar ik kom, ook daar de regionale dossiers mee op de agenda zetten om te zorgen dat die de goede richting ingaan. En de minister, verantwoordelijk voor alles dat met groene materie te maken hebben, natuurlijk zwaar controleren op haar of zijn taken om te zorgen dat we echt het algemeen belang dienen, om te zorgen dat we voorstellen doen en concrete realisaties op terrein neerzetten die voor ons en voor de generaties na ons echt iets kunnen betekenen. Dus ik denk dat daar heel veel werk aan de winkel is en ik zie dat heel goed zitten om daar mijn schouders onder te zetten. Zal u uw mandaat combineren met een andere job? Nee, dat ga ik niet doen. Ik was directeur van de groendienst van de stad Gent. Dat is een zware functie. Er waren 350 medewerkers in die dienst. En dat is eigenlijk niet combineerbaar met een politiek mandaat, waarvan ik verwacht dat dat ook, als je dat ernstig doet, heel veel werk is. Dus ik zal dat niet combineren. En ik ben vanaf de dag dat ik verkozen ben, heb ik mijn ontslag ingediend. En ben ik nu actief als Vlaams parlementslid. Wat is de impact op uw sociale en familiale leven? Goh, dat kan ik nu nog niet zo heel goed inschatten, maar ik denk, ik ben zelf al jaren actief als lokale politica. Ik denk eigenlijk dat die impact niet zo extreem groot is. In die zin dat, dat ik gewoon ben van hart en veel te werken. En dat ik verwacht dat dat ook nu het geval zal zijn. Dat ik ook gewoon ben om zeer veel vragen van mensen te beantwoorden. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke dingen is die ik zal moeten doen. Ik heb twee bijna volwassen dochters. Dus die hebben mij niet elke dag nodig. Dus in dat opzicht denk ik dat qua tijdsbesteding ik mijn handen een beetje vrij heb, als ik het zo mag uitdrukken. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat mensen met kleine kinderen de kans moeten krijgen om zo'n job te combineren. En ik denk dat we daar ook binnen het Vlaams parlement en binnen de fracties echt waakzaam moeten op zijn dat dat een haalbare kaart blijft. Maar ik verwacht eigenlijk niet dat dat een hele grote impact op mijn
sociaal of familiaal leven zal hebben, omdat ik nu al gewoon ben om heel hard te werken. Waarop mag de kiezer u binnen 5 jaar afrekenen? Ik ben naar de kiezer getrokken met de boodschap dat ik de schouwvlieger wil zijn die echt haar schouders wil zetten onder het klimaat. Dus ik ben ook van plan om concrete voorstellen te doen rond natuur, rond bos, rond een betere ruimtelijke ordening. Echt klimaatvoorstellen om te zorgen dat we echt stappen vooruit zetten in Vlaanderen op vlak van klimaat. En daar mag de kiezer mij op afrekenen, op het werk dat ik heb proberen verzetten om dat ook gerealiseerd te krijgen. En ik wil ook een aantal heel concrete dossiers uit mijn regio mee opvolgen en zorgen dat die in de goede richting evolueren, of proberen zorgen dat die in de goede richting evolueren. En ik denk daar bijvoorbeeld aan de afschaffing van de reservatiestrook van aan het Schipdonkkanaal, bosuitbreiding in het Meetjesland, natuurcompensatie in het havengebied van Gent en zo. Dat soort dossiers, daar wil ik echt mijn schouders onder zetten en zorgen dat wat daar wordt afgesproken, dat we dat ook echt gaan doen. En als de afspraken die straf genoeg zijn in de richting van goede klimaatvoorstellen, dat we daar nog een tandje bij steken. Dat is waar de kiezer mij mag op afrekenen.